In deze aflevering van Tielse Bedrijven gaan we op bezoek bij autorecycling Reuvers. Tegenwoordig is het bedrijf gevestigd op een van de mooiste locaties van Tiel, langs het Amsterdam-Rijnkanaal, en heeft het een opslaglocatie op het Vijverterrein. 9 personeelsleden zijn dagelijks in touw onder leiding van directeur Benny Reuvers om jaarlijks zo'n 9000 autovrakken te recyclen. Wat komt er nou bij kijken bij het demonteren van een auto? Wij gaan eerst kijken of we het eens worden voor de financiële vergoeding voor het voertuig. En als de klant het daarmee eens is, dan gaan we hem afmelden bij de RDW. Zodat die man of vrouw al zijn verantwoordelijkheden voor het voertuig kwijt is. Een auto kan zowel door particulieren als garagebedrijven worden aangeboden om die op een verantwoorde manier te laten verwerken. Reuvers Autorecycling behoort tot de top 3 in zijn branche in Nederland. De aanhoudende reeks technologische en technische ontwikkelingen zorgen voor alsmaar toenemende complexiteit van motorvoertuigen. Om ook hybride of elektrische auto's op een correcte manier te demonteren, is het zaak dat ze goed op de hoogte blijven van de ontwikkeling. Wij gaan beoordelen of dat de auto voor onderdelen herbruikbaar is of voor recycling. Op het moment dat hij voor de onderdelen is, gaat hij rechts het magazijn in. En dan worden onderdelen op het schap gelegd. Is hij echt voor recycling, gaat hij links de werkplaats in. En dan gaat hij eigenlijk helemaal plat in diverse delen. Wordt hij eerst drooggelegd, alle vloeistoffen eruit. En dan alle bruikbare materialen die weer hergebruikt kunnen worden. Alle vloeistoffen worden op de juiste manier afgetapt. De gevaarlijke stoffen, zoals tegenwoordig hybride accu's, airbags, gordelspanners. Die moeten allemaal op de juiste manier gedemonteerd worden. En daar zijn we allemaal voor getraind. We staan hier in het magazijn, waar we de schone en gecontroleerde onderdelen opslaan. Die worden allemaal gelabeld en in het computersysteem gezet, zodat we ze snel en efficiënt aan de klant kunnen leveren en eventueel op kunnen sturen. De onderdelen zijn telefonisch en via de onderdelenzoeker van de website van het bedrijf te bestellen. Als een onderdeel op voorraad is, worden bestellingen binnen 48 uur thuis bezorgd. Hier achter mij staat het drooglegapparaat. Daar halen wij de vloeistoffen eruit, zoals olie, brandstof, remolie, koelvloeistof, ruitspoedervloeistof. Al hetgeen wat eruit moet zijn gehaald worden om de auto verantwoord af te kunnen voeren. Behalve de milieubelastende vloeistoffen demonteren wij de auto ook nog in verschillende soorten metalen en kunststoffen. En die worden op deze plaats uitgehaald, zoals bijvoorbeeld assen, motor, katalysator, kunststofbumpers. Zodat het wrak zo schoon mogelijk is op het moment dat wij hem afvoeren. Bij het proces van de demontage van een voertuig besteedt Reuvers Recycling met grote zorg aandacht aan elk detail. En staat daarom hoog aangeschreven. Iets om trots op te zijn. Voordat het voertuig naar de shredder gaat, demonteren wij nog meer materialen, zoals glas, rubber en kunststofdelen. Omdat wij het beter voor het milieu vinden als materialen voorgescheiden worden en dat we dan ook een zuiverder en beter product krijgen. Alle banden worden van de auto gedemonteerd. Een groot gedeelte van is gewoon nog bruikbaar voor de verkoopmarkt. Maar er is ook een groot gedeelte bij wat voor ons niet meer geschikt is en dat wordt gerecycled. Daar wordt weer nieuw rubber van gemaakt. Auto's beschikken over steeds meer kunststofdelen, bijvoorbeeld wieldoppen, grills en bumperdelen. En die worden steeds beter en veelvuldiger gerecycled en die belanden dan in deze zak. De verkoop van onderdelen is een groeimarkt bij Reuvers Recycling. Niet alleen in Nederland weet men de weg te vinden naar de Noorderhavenweg. De goederen van Reuvers gaan de hele wereld over. Een groot gedeelte van de onderdelen die wij demonteren zijn niet meer geschikt voor de Nederlandse markt. Omdat ze te oud zijn bijvoorbeeld. Maar die zijn wel heel goed geschikt voor de buitenlandse markt. Bijvoorbeeld Afrika, Egypte, Polen, Rusland. We verzenden eigenlijk over de hele wereld. Vanaf het moment dat wij de auto binnen hebben gehad, de bruikbare onderdelen eruit hebben gehaald en de vloeistoffen, glas, zware metalen en kunststofdelen, dan blijft dit pakketje over, wat wij verkopen aan de shredder. En die hakt het in kleine mootjes. En dan krijgen we weer 2 fracties met bruikbaar materiaal en afvalstoffen. Autorecycling Reuvers, een prachtig Tiels bedrijf, klaar voor de toekomst. Founding father van het bedrijf, Wim Reuvers, liepen we ook tegen het lijf. We vroegen aan hem hoe het ervoor stond met de ontwikkelingen van het Vijverterrein waar hij bij betrokken is. Nou, daar heb ik even een vraag over aan u. Dat wil ik wel graag doen, maar een andere keer. Want we hebben veel meer nodig dan nu in 5 minuten. Het is een complex verhaal. Daar wil ik wel graag een keer een afspraak over maken, maar niet nu. Ik moet nu ook even de vrachtwagen lossen en zo. We zijn toch weer druk met een paar andere dingen. Maar ik wil er best wel een keer wat over zeggen, ja. En daar gaan we Wim aan houden. Dat is goed. Ja? Tot zover deze aflevering van Tielse Bedrijven. Graag tot de volgende keer.